Morgen is vandaag woensdag. Ik ben aan het wachten, want we gaan zo naar Shiro's Hair. En ik krijg mijn haar make-over vandaag. Want mijn haar helemaal niet zit nu. Ik heb mijn haar ook helemaal niet gewassen. Maar ik krijg vandaag dus mijn haar make-over. En ik ga er echt zo anders uitzien, jongens. Ik heb er echt zoveel zin in. En daarna, na Shiro's Hair, heb ik dus nog een concert in Antwerpen van Britney Spears. Mijn meisjesdroom komt echt uit vandaag. Ik wacht hier echt al zo lang op. Ik was vroeger echt zo'n diehard fan van Britney Spears. En dat ik er eindelijk heen kan na 10 jaar, vind ik echt helemaal geweldig. Ik ben denk ik echt bijna 10 jaar fan van haar geweest. Dus ik ben hier echt zo blij mee. Ik kan ook echt niet wachten. Ik ga denk ik helemaal los. Ik heb hier mijn outfit en mijn haarstuk mee. Ik ben echt benieuwd wat jullie van mijn haarstuk gaan vinden. Het is echt heel erg anders. Het is een soort van pruik, maar ook weer niet. Want er zitten dus clip-ins in, maar het gaat om 1 haarstuk. Ik laat jullie straks wel zien wat ik precies bedoel. Maar het is echt super handig, want je hoeft ook geen weave. En je hoeft ook geen pruik of zo op. En ja, dit is gewoon een heel goed alternatief als je echt iets heel anders wil met je haar. En je wilt geen gekke dingen doen, dan kan je dit gewoon gebruiken. Ik heb vandaag trouwens een LA Sisters jumpsuit aan. En die doe ik vanavond niet aan hoor, maar ik heb die even aan omdat ik naar de kapper ga. En deze is echt zo chill, dus ik dacht dat het echt gewoon een kappers outfitje. Wij zijn nu bij de Starbucks, dus ik ben nu bij de Starbucks. Ik heb een cappuccino besteld met amandelmelk. En dus wij zijn voor ons even tosti's gaan halen. Okay, wij hebben inmiddels onze koffie. En we zijn nu onderweg naar Shiro's. Met zo'n zwerver, maar dat weet ik niet. Ja, nou, we gaan toch naar de kapper en daarna gaan we ons een beetje fascineren. Ik heb al een make-up op. We gaan ons straks fascineren. Dan heb ik nog een andere outfit mee voor het concert. En ik wou nog iets zeggen. Ja, we zijn fucking laat weer. Altijd als we naar Shiro's Hair gaan, zijn we altijd te laat. En vandaag was de schuld van Ismee. Maar want flikker nou op. Flikker nou op. We zijn was? Luister. We zijn toch nog koffie gaan halen, man! Waar heb je het nou over? Anders waren we gewoon op tijd! Ga je zeggen, het is mijn schuld! Waarom mag ik mijn zin niet afmaken? Omdat je gewoon vervelend aan het doen met mijn haar. Ga je nog één keer aardig doen tegen mij, of niet? Esmee was de tickets gewoon vergeten van Britney Spears. Oké. Begin mijn stuk. Wacht. Ik kan echt van niks zien. Ik moet even concentreren. Oké, begin bij het begin dan. Wat zit je jokken? Gisteren was ik bij deze chickie. En toen zei zij. zei, ik ben de meest georganiseerde persoon in deze wereld. Je gaat het echt haten dat je zo praat, hè? Dat is zo lelijk! Je gaat die vlog terugkijken en denk ik, godverdamme, waarom praat ik zo? Nou ja, deze chickie zei gisteren van, oh, ik ben de meest georganiseerde persoon die er is. Dat zei ik. Ik heb tickets uitgeprint voor jou en voor mij. Weet je, alles echt goed, man. En toen is ze vandaag gewoon een Ja? Die tickets die ik voor haar geprint heb met liefde, paperclip aan haar gedaan, alles helemaal. Jij was toch georganiseerd? Luister dan, jij. Ik dacht, ze vergeet nooit haar tickets. Luister, waarom print ik het twee keer zodat jij het ook hebt, Mattie? Nee. Ik had dus mijn tickets niet meegenomen van haar. Ja. En zij heeft haar eigen tickets ook niet meegenomen naar mij. Dus eindstand, no tickets, moesten we weer terug. En daarom zijn we nou weer te laat bij ons. Dus Mirjam, ik kom bij haar aan en zeg ze, oeps, ik ben mijn hakken vergeten. Maar dat was niet echt spoed. Kijk, ik zei het alleen spoed, maar. Luister. Ik zei het. Ik zei het. Dit is smiet, jongen. Ik zei het over mijn hakken alleen maar, want ik dacht van, al hebben we nog tijd spelen, want jij bent je tickets vergeten. Je wist toch nog helemaal niet dat ik mijn tickets was vergeten? Dat zei je al. En toen zei je, zou je zeker naar huis rijden dan? Weet je nog? En toen zei ik, oh, jij bent echt. Jongens, ik heb echt zo goed nieuws. Ik ben net gebeld en ik heb gewoon 2 tickets gekregen voor Justin Timberlake. Ja, ik ga in 1 week naar Britney en naar Justin, jongens. Echt, mijn geluk kan niet op. Ik ben gewoon weer 16, 14. Echt? Hoe oud waren we? Ja, dat vraag ik ook al. 10 of zo. Nee, maar Justin is nog steeds gewoon een. Ja. Wow. Nee, maar ik ben echt zo blij. Ik ga gewoon echt in een korte tijd naar Britney en naar Justin. Dat zijn gewoon mijn 10 idolen. Ik ben
zo jongens, dit is mijn haarstuk van vandaag. Ros vindt hem iets aan de donkere kant, hè? Ja, is te donker. Dus we gaan hem iets oplichten met highlights. En dan laat ik jullie alles straks zien, stap voor stap. Kijk, dan kan je zo helemaal inklikken zo in je haar. Je hebt maar één stuk nodig. Normaal heb je altijd van die losse clips nodig. Maar het is gewoon één haarstuk. Dat is wel handig. Wij zijn begonnen met mijn haar. En ik wil eerst even kijken hoe stonden ze mijn haar styleerden. Video maken. En dit is dus... Styleerden? Hoe zeg je dat van stylen? Kijk, ik doe het nooit. Ik heb haar gestyleerd. Hoe zeg je dat? Stylen? Ja, toch? Met deze belichting. Het is zo anders. Ik ben nu echt blond gewoon met stel haar. Dus vandaag gaan wij je haar stylen. Dus ik krijg stel haar. Met de U-part van Real Hair. En we gaan je haar wat donkerder maken. Ja. We maken een beetje gauw blond, een warme tint. Nu ben je assen getint. Nu ben je echt gewoon blond weer. Ga je iets één tint donkerder maken, dan warmte erin. Ja. En daarna gaan we een proteïnebehandeling doen. Dat is goed voor krullend haar. Ja. Dat heet bij ons Heat Cure. Oké. Van Red Can. Ja. Dus je krijgt een hele make-over en lekkere verzorging. En we doen nog Olaplex erbij. Dan heb je ook gelijk even goede vitaminebehandeling. Voor mijn curls. Yes. Dus Heat Cure is voor proteïne. En Olaplex dan voor je zwavelbrug. Dus dan heb je gewoon even een goede boost. Oké. Yes. Super. Let's go. Ik ben nu het product in haar haar aan het branden. Klinkt misschien een beetje overdreven, maar... Eigenlijk ben ik dat wel aan het doen. En deze tang wordt een speciale. Wordt een bepaalde graden. Net warm genoeg dat het dus niet veilig is voor je haar. Maar dat het product gewoon diep in je haar. Wordt. En dat is dit toch? Ja, Heat Cure. Het is eigenlijk een proteïnebehandeling. Ja, proteïnebehandeling. En vooral voor krullen is dit heel fijn. Oké, ik ga gewoon in deze gedaante gewoon. Ga ik even naar de overkant. Naar de Suriname eten voor ons allemaal halen. Nou jongens, ik heb mijn hele bestelling opgehaald. Ik heb echt veel gehaald. Twee keer zoutensoep. Allemaal lekkere broodjes. Lekkere drinken. We gaan er echt even van genieten. Hi! Hi! Super gezellig hier bij Rosman. Gaan we erin klippen? Ja. Maar even uitzoeken hoe deze werkt. Maar dat komt helemaal goed. Meten. We gaan nu hier. Ja, goed. Schuin schuiven. Okay. We gaan hem nu even best wel hoog zetten. Maar je kan hem ook lager zetten hoor. Maar we doen nu eventjes lekker hoog. Deze schuine schijning gaan maken, dat hij meer haar zit. Nou, doe maar. Dit is het eindresultaat. Wauw. Anders, hè? Ja. Je bent echt onherkenbaar. En we hebben geswist van kapsel. Ja, ja, check dit. Ik ga stuk. Het is zo mooi meer. Het is echt anders. Ik ben echt blij mee. Wacht even. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat ga je doen? Ik ga even nog een beetje filosofie maken. Heel mooi. Zo anders. Echt, hè? Echt anders. Dag gewoon allemaal. Nieuw look. Had je er al een tijdje al over, hè? Hoe lang heb ik het hier over gehad? Ja, echt heel lang. Ja. Eindelijk. Is dat naar mij? Sexy Lulu. Echt, hè? Je bent kapot serieus heel erg lang. Ik ken jou niet zo serieus. Ja, je wordt gelijk serieuzer. Heftig. What the fuck is dit? Oh, wat ben je van mijn haar? It's me. Oh mijn god. Oké, jongens, inmiddels zijn wij weg bij Ros. Mijn haar is er zo uit nu. Ik heb hem wel echt doodgezweet, ik ga eerlijk toegeven, waardoor het hier een beetje is gaan krullen. Dat vind ik wel een beetje jammer, maar... Het is zo anders. Hond schrok net echt van mij, hè? Ja, man. Hond schrok. En dan S. Ik en Esmee hebben vandaag zo'n hele makeover gehad. Bitch, who's this? Echt gek, hè? Ja, het is echt heel anders. Onherkende. Ons vinden ons nog steeds op elkaar lijken nu. Het zijn zusjes. Zusjes. Hoe vaker met elkaar omgaat, hoe meer je op elkaar gaat lijken. Zusjes. Ja, echt, hè? Hoe je het wil noemen. Maar dan. Trouwens, we gaan nu naar Britney Spears. Britney, bitch. Britney, bitch. Ik heb er echt zin in. Ik ook. Ik ben echt zo benieuwd. Maar we hebben nu echt heel erg honger.
Maar we moeten nog naar Antwerpen. We zijn nu in Rotterdam. We worden echt in de herbetering, maar dat gingen we dus niet meer redden. Denken we. Dus we gaan even onderweg heel snel eten, want we zijn bang dat we anders niks gaan redden gewoon. Wij zijn inmiddels aangekomen. We hebben net geparkeerd. We hebben eindelijk een parkeerplek gevonden. Het is best wel druk. We moesten best wel een eindje rijden om te parkeren, dus nu moeten we ook eigenlijk een eindje lopen. Dus we gaan nu even lopen naar Sportpaleis. Ik heb even platte schoenen aangedaan. Maar die zijn mij echt veel te groot. Maatje 38, terwijl ik maat 36 heb. Maar is beter dan op hakken. It's Britney, bitch. Listening. They're hearing what they want to hear. They're not really listening to what I'm telling them. It's like, it's bad.